Je gaat een Google Docs document aanmaken. Eerst log je in. Dan ga je naar nieuw document. En dat is een drawing, een tekening, want dat gaat jullie poster worden. Als je dat document hebt aangemaakt, ga je hem eerst een naam geven. Hij heet nu nog een titled document, maar je gaat hem een naam geven. Dan mag je natuurlijk zelf weten wat die is. Die sla je op. En dan kun je via invoegen, kun je een afbeelding gaan invoegen. Die zoek je op je computer. Daar blader je naartoe. En dan load je hem up. Kijk eventjes dat je niet het hele blad gebruikt, want je moet er meerdere tekeningen opkomen natuurlijk. Maar dan moet je hem nog delen met de mensen die je aan samenwerkt. Dus je gaat rechts naar Share en dan kom je in dit menuutje. En daar kun je mensen toevoegen. En daar doe je het e-mailadres typje in. In dit geval pietje@puk.com. Kijk even goed als je dat doet. Dat rechts dat die mensen can edit aangevinkt staan. Dus dat ze niet alleen can view, maar ook can edit. Dus kunnen dan aanpassen. Je typt nog even een berichtje voor ze. En je zorgt dat iedereen's e-mailadres erin staat. Nu even nog het berichtje. Ik heb het document aangemaakt. En dan share je hem. En die mensen krijgen een e-mail met een link naar het document wat je hebt aangemaakt. En dit is de Google Docs delen podcast. Veel succes!